Als we het hebben over de digitale overheid, staan we er vaak niet bij stil hoeveel verandering dat wel niet in ons leven heeft gebracht. Wat ik een mooi voorbeeld vind, is de digitale belastingaangifte. Voor het jaar 2000 was de gemiddelde Nederlander nog ongeveer 2 werkdagen bezig met het invullen van allerlei belastingformulieren. Anno 2019, nu, kan dat binnen 5 minuten via een app op de mobiele telefoon. Een ander mooi voorbeeld is hoe wij online zaken regelen. In Nederland hebben we al meer dan 10 jaar een DigiD waarmee je met allerlei plekken kunt inloggen en online je zaken kunt regelen. We staan er vaak niet bij stil hoeveel tijd ons dat dan niet bespaart. Een mooi voorbeeld uit mijn privéleven. Ik ben onlangs vader geworden en ik kreeg een appje via de berichtenbox app dat ik kinderbijslag ging ontvangen. 2 weken na de geboorte van mijn kindje en ik heb daar helemaal niks voor hoeven te doen en ik krijg automatisch kinderbijslag. Wat ik interessant vind bij die digitale overheid is de infrastructuur die erachter zit. Hoe worden al die gegevens tussen overheden uitgewisseld? Ik ga zo dadelijk in gesprek met Yvonne van den Brugge. Zij is algemeen directeur van Logius, verantwoordelijk voor een groot deel van die digitale infrastructuur. Hey, dag Wouter, welkom. Welkom bij Logius. Yvonne, dankjewel dat we op bezoek mogen zijn bij Logius. Wat is volgens jou die generieke digitale infrastructuur? Dat is meteen een prachtig woord om mee te beginnen, hè? Generieke digitale infrastructuur. En we vertalen het eigenlijk naar de digitale snelweg. De weg waar langs je met elkaar zaken kunt doen tussen overheid en burgers en bedrijven. En met elkaar zorgen we dat het wat makkelijker wordt voor burgers en ondernemers om zaken te doen met de overheid in de brede zin. Logius heeft best wel een hele grote rol in dat generieke gedeelte, hè? Dus dat wegennet zal ik maar zeggen. Wat wij doen is eigenlijk 2 hele grote brokken. De eerste is toegang, dus je mag de snelweg op, maar ben je wie je zegt dat je bent en ga je doen wat je ook doen mag. Dat controleren we met een product zoals bijvoorbeeld DigiD. En de tweede grote blok is het uitwisselen van gegevens. Bijvoorbeeld de berichtenbox is daar een mooi voorbeeld van. De Belastingdienst wil jou een brief sturen of de zorgverzekeraars sturen jou iets of een pensioen stuurt jou je pensioenoverzicht. Dat komt allemaal in de berichtenbox van mijn overheid terecht. En dat gaat over dat wegennet en wij zorgen dat de pakketjes worden afgeleverd. Waarom is dat eigenlijk nog niet centraal geregeld? De overheid is opgeknipt in een heleboel overheidsorganisaties. En al die overheidsorganisaties zelf, die hebben hun eigen kennis. De Belastingdienst weet heel veel over toeslagen en over inkomstenbelasting. Maar een gemeente weet weer heel veel over alle gemeentelijke zaken die je daar moet regelen. Bijvoorbeeld het aangeven van je pasgeboren kind. Dat is echt een gemeenteaangelegenheid. En al die organisaties die willen met diezelfde burgers en bedrijven zaken doen. Maar die komen daar allemaal vanuit hun eigen kennisveld naartoe. Dus wat belangrijk is volgens mij, wat we houden, is dat iedere organisatie zijn eigen kennis heeft. Maar dat we centraal organiseren dat die kennis ontsloten wordt of bereikbaar is voor burgers en ondernemers. Wat is dan echt nog ingewikkeld? Dat is dat iedere organisatie zijn eigen infrastructuursysteem heeft. Dus de techniek zeg maar, die daaronder zit, die eigenlijk helemaal nog niet zo klaar is om al heel veel naar buiten gezamenlijk dingen te doen. Daar hebben we wat zaken op bedacht. Een daarvan is dat we heel veel werken met standaarden, zodat we een stap voorwaarts kunnen zetten in wel zorgen dat al die organisaties op elkaar en op mijn overheid bijvoorbeeld aan kunnen sluiten, zodat we het voor burgers en ondernemers weer wat makkelijker maken. Van buitenaf lijkt het soms heel simpel om een digitale infrastructuur eenduidig te organiseren. Maar als je binnen in de overheid gaat kijken, blijkt het toch veel complexer. Wat zijn voor jou de grootste uitdagingen om dit te gaan organiseren? Wat volgens mij echt wel een issue is, is dat we vanuit al die decentrale overheidsorganisaties één beeld naar burgers en bedrijven zouden moeten zijn. Je bent als burger of gewoon als Nederlander niet bezig met moet ik nou bij de sociale verzekeringsbank zijn of moet ik dit bij de gemeente regelen of wie heeft eigenlijk deze kennis of gegevens over mij. Je zou dat als Nederlander gewoon heel makkelijk toegankelijk willen hebben. En ik denk dat dat een van de zaken is waar we nu druk mee bezig zijn. Dat gaat over regie op gegevens. Wie heeft mijn gegevens? Hoe zie ik wie mijn gegevens heeft? Hoe weet ik welke gegevens dat zijn? En eigenlijk ook de stap daarna, hoe verander ik die gegevens? En hoe kan ik ze goed gebruiken voor mijn eigen doeleinden als burger of als Nederlander? Je bent nu iets meer dan een jaar algemeen directeur van Logius. Wat zou je vanuit jouw ervaring bij Logius aan de overheid mee willen geven? Ja, het is eigenlijk waar ik net ook aan raakte, wat ik heel erg belangrijk vind. Dat wij met elkaar leren denken hoe een Nederlander, hoe een burger of een bedrijf denkt.
Wat heb je nou nodig van die overheid? Want wij zijn echt in kolommen en in sectoren georganiseerd. Dus hoe zouden wij nou vanuit het mensperspectief, de klantreis of het burgerperspectief, dat willen inrichten, zodat we door die kolommen heen breken. Zodat we het makkelijk maken voor burgers en bedrijven. En we misschien vanuit onze eigen overheidsinstanties iets meer moeten doen om dat gemak voor burgers te organiseren. Dat gun ik ons echt. Echt daarvan uitdenken met wat is dan de toekomst voor de digitale snelweg. Nou, mooi. Dankjewel Yvonne dat we hier mochten zijn op bezoek bij Logisch. Hierna ga ik in gesprek met Maarten Schuurik. Hij is secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hij is dus technisch gezien mijn baas. Hiervoor was Maarten onder andere bestuurder van de SVB en gemeentesecretaris. Hij heeft dus in heel veel verschillende hoedanigheden te maken gehad met de digitalisering van onze overheid. Hoi, Wouter. Mooi je te mogen zijn. Nou, goed je te zien. Zullen we beginnen? Yes. Maarten, leuk je te zijn bij BZK. Je bent in het verleden gemeentesecretaris geweest, je hebt voor de SVB gewerkt en je bent nu secretaris-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Je hebt in allerlei verschillende hoedanigheden tegen de digitale overheid aangekeken. Hoe kijk je nu aan tegen de digitalisering van wat wij als overheid aan het doen zijn? Ik denk dat we echt trots mogen zijn op waar we in Nederland zijn. We hebben eigenlijk een heel goede infrastructuur staan voor de digitale overheid. En dat kan je eigenlijk zien door inlogmiddelen als DigiD, maar ook aan alle basisregistraties, niet alleen van personen, maar ook van gebouwen en adressen, die het eigenlijk mogelijk maken om allerlei dingen heel soepel te doen. Wat zijn een aantal interessante ontwikkelingen waar we de komende tijd op moeten gaan letten? Ik denk dat er eigenlijk twee dingen zijn. Het eerste is dat we veel meer moeten inzetten op gebruiksvriendelijkheid van die digitale overheid. Een mooi voorbeeld vind ik de Berichtenbox-app, die veel beter werkt dan mijnoverheid.nl werkte. En zo zouden we nog veel meer van dat soort voorzieningen makkelijk via apps beschikbaar moeten maken. Ik denk dat we via die weg ook echt kunnen zorgen dat iedereen mee kan doen op in die digitale wereld. Nou, het tweede wat ik vind, is dat we dit soort dingen eigenlijk veel meer in stappen zouden moeten doorontwikkelen. We hebben in het verleden nog wel eens heel grote projecten gedaan. En die kosten dan ook heel veel geld. En als ze misgingen, kosten ze ook heel veel geld. En ik denk dat we door kleine stappen te zetten, eigenlijk wat in het bedrijfsleven en ook bij de overheid trouwens ook steeds gebruikelijker wordt. Maar dat we door kleine stappen te zetten eigenlijk steeds gebruiksvriendelijker voorzieningen kunnen aanbieden. Als je als burger naar de overheid kijkt, dan wil je graag zaken doen met één duidelijke, heldere overheid. En wat zie je nou als grootste uitdaging om zaken generiek en centraal te gaan organiseren als overheid? Ja, ik vind eigenlijk dat we nog niet echt, als je van buiten kijkt, zien dat het één overheid is. We hebben een aantal voorzieningen die heel goed werken en waar dan alle overheidsorganisaties van afnemen. Maar ik denk dat we daar nog stappen in kunnen zetten. Dat betekent overigens niet, even technisch gezien, dat dat allemaal in grote centrale voorzieningen moet. Maar we kunnen wel op een verantwoorde manier, met goed nadenken over privacy, veel slimmer koppelen van allerlei overheidsorganisaties. Zoals dat bijvoorbeeld bij de belastingaangifte heel goed is gelukt. Want ja, dat kan inmiddels in 5 minuten. Wat zijn nu jouw topprioriteiten op dit dossier? Nou, ik denk dat het heel erg belangrijk is dat we ervoor zorgen dat mensen zelf regie hebben over hun gegevens. Ik denk dat we door mijn overheid door te ontwikkelen naar een plek of een app waar je bijvoorbeeld kan aangeven dat je bent verhuisd of andere wijzigingen aan kan geven. En dat wij dan als overheid in de back-office daarvan ervoor zorgen dat we dat checken of dat klopt wat er is gebeurd. Zodat vervolgens al die andere organisaties daar gebruik van kunnen maken. Nou, hier komt een beetje bij elkaar wat ik net heb gezegd. Dus aan de ene kant veel meer gebruiksvriendelijkheid. Tegelijkertijd in stapjes doorontwikkelen en dan daarna achter de, in de back-office van de overheid, alles slim aan elkaar koppelen, maar op een verantwoorde manier, want je moet er zelf toestemming voor hebben gegeven. Super, dankjewel. Ja, graag gedaan. Ik heb zojuist gesproken met Maarten Schuurink van BZK en Yvonne van den Brugge van Logisch. Ik was in deze ootmoed benieuwd naar wat er allemaal achter de digitale voorkant van de overheid zit.
Je hebt te maken met allerlei websites van de Belastingdienst, van de SVB, van mijnoverheid.nl. Maar de vraag is, wat voor infrastructuur zit daarachter? Door met hen te spreken heb ik een beter inkijkje gekregen in wat voor zaken er allemaal spelen binnen die infrastructuur van de overheid, waar we op een logische manier mensen digitaal zaken willen laten doen met de overheid.